Lucario wil onderscoren. Jij gaat niet onderscoren. Jij gaat dood. Lekker. Doei, Lucario. Oké, Snorlax is nog hier. Yo, Nintendovers. Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Unite video. We gaan vandaag kijken of we een potje met Venusaur kunnen winnen. En met Venusaur gaan we voor Sludge Bomb en voor Solar Beam. Dit is een beetje een aanvallende optie. Als je denkt dat je te vaak doodgaat, dan kan je beter voor Giga Drain, denk ik, gaan. En voor Petal Dance. Wij willen iets meer aanvallen vandaag. En dit zijn mijn items. Het is jammer dat ik de focus ben nog maar op level 9 heb. Maar ik heb niet meer muntjes op dit moment. De toplane is best voor Bulbasaur. Maar ja, daar wilde de rest al naartoe. Dus weet je wat, ik begin wel bij de bottom lane dan. Ook helemaal prima. Dan ga ik wel lekker met Ralts chillen vandaag. En eigenlijk wil je tot level 5 ongeveer niet in battles komen met tegenstanders. Want je bent heel squishy. Je bent best wel zwak eigenlijk met Bulbasaur. Je aanval is wel oké. Maar je verdediging die is een beetje matig. Dus ja, daar wil je een beetje van wegblijven. Van de battles. Razorleaf is wel echt super chill in het begin. En ook die derde aanval is best wel sterk van Bulbasaur. Kijk, die Fine Whip attack, die is super nice. Eerst maar eens even lekker wat XP pakken. Zodat we snel bij level 5 zijn, hopelijk. Hopelijk is Ralts dat ook aan het doen. Ja, Ralts komt nu even helpen. Die wil mijn kill stelen. Potverdorie. Ik ben level 4. Ralts ook level 4. Eigenlijk moeten we nog heel even wachten. Dus wij moeten dus tegen een Blissey, zie ik al. Oké, top. Helemaal prima. Ik zei dus dat je moet wegblijven uit battles, maar ik ga gewoon... Kijk, dit bedoel ik. Ik word gewoon gesmacked door een Blissey. Dit is niet grappig. Dit is niet grappig. Ga weg, Blissey. Ga weg. Ga weg, Lucario. Wegwezen jij. Opzouten nu. Opzouten nu. Lucario, die scoorde ook gelijk. Ja, die heeft waarschijnlijk zo'n itempie dat hij gewoon makkelijk kan scoren. Dus heel naar. We moeten nu deze XP wel even zien te pakken, denk ik. Lucario is bijna dood. Lucario is echt bijna dood. Pak Lucario. Oh, hij is net niet dood. Shit, dat is jammer. Ja, en ik kan niet te veel aanvallen. Want ja, kijk die Blissey. We worden echt door Blissey gesloopt gewoon. Daar heb ik niet zoveel zin in eigenlijk. Ik probeer deze Audino maar even te pakken. Mijn Ralts is wel weg trouwens. Ik ben bang dat mijn Audino straks gestolen wordt. Door Lucario. Dat bedoel ik. En ik denk dat ik dan ook dood ga door Lucario. Oh, Ralts, jongen. Ralts, wat ben je aan het doen? Ik moet deze pakken. Deze item. Pak Lucario, iemand. Oh, we hebben zoveel moeite hier. Kom op. Dankjewel, Epson, voor je hulp. Dit kunnen we goed gebruiken. Lucario is dood. Ik ga voor Sludge Bomb. Oh, ik raak net die Blissey niet. Dat is jammer. Scoren is nog een beetje moeilijk op dit punt. Thanks voor je hulp wel, Epson. Dat hadden we echt keihard nodig. Ralts is weer terug. Ik ben nu level 6. Ik wil eigenlijk snel mijn Solar Beam hebben. Want mijn Solar Beam, daar gaan we wel het verschil mee maken met die aanval. Nu ga ik even kijken of ik deze van hun kan stelen. Lukt niet echt volgens mij. Misschien de Vespiqueen. Oké, even ontsnappen nu. Wegwezen. Oh, snap. Oh, die Lucario die slaat zo hard, jongens. Oh, ik zie dat Snorlax ook even hier komt helpen. Epsil, kom je ons even helpen? Want er komt nu een Dreadnought fight. Boven gaan ze trouwens wel lekker met scoren. Ja, Lucario kan dood. Lucario kan dood. Lucario kan heel dood. Lekker, Lucario is dood. Mijn Solar Beam is klaar. Ik moet wel oppassen voor Snorlax, want Snorlax is te sterk. Oké, Solar Beam. Bam. Kijk, die was lekker. Die deed pijn. Hij gaat nu slapen. Dat betekent dat ik misschien wel kan scoren. Nee, of niet? Nee! Nee, dit is slecht. Ik had natuurlijk ook voor de Dreadnought kunnen gaan. Oh, wat een slechte beslissing van mij. Ik hoop dat mijn teammates het nog redden hier beneden. Kom op, teammates. Doe het. Nee, laat ze niet scoren, die Snorlax. Snorlax heeft niet gescoord. Lekker bezig, Absol. Curlia is ook weer kapot. Die gaat ook niet zo lekker, hoor. Die gaat best wel veel dood, volgens mij. Kijken of we Snorlax kunnen pakken, die al level 9 is, trouwens. Probleem. Dat is een groot probleem. Snorlax is inmiddels al level 10. Hoe is die Snorlax al zo high level, joh? Laten we hem pakken. Lekker. Nu Lucario. Lekker, Lucario is ook dood. Bovenin is Pikachu wel aan het scoren, helaas. Dat is spijtig. Dan gaan wij hier maar eens eventjes, denk ik, de XP vandaan halen. Lekker bezig, Curlia. Lekker bezig. Oh man, maar we hebben nog helemaal niet gescoord hier beneden. Terwijl ik wel op de 31 punten zit. Zou ik... Nee, Blissey die staat daar lekker te verdedigen. Blissey die denkt ook van ja, ik ga niet aanvallen. Ja, ik kan ook niet in mijn eentje aanvallen, Curlia. We moeten het wel samen doen, potverdorie. Curlia doet gewoon niks. Je wil niet iets meer XP hebben of zo van deze vijanden of iets. Ik bedoel, als we deze kapot maken heb je weer extra XP. Nee. We staan wel voor.
Kijk, we zijn wel lekker, nou ja, lekker aan het verdedigen wil ik ook niet zeggen. Voor mijn gevoel gaan we helemaal niet zo lekker. Curlia is echt serieus niks aan het doen. Curlia, ik doe alles, ja. Lucario wil deze stelen. Nope, mag niet. Curlia is denk ik AFK. Oh, Curlia is er weer, oké. Ik ben inmiddels level 10. Lucario en Blissey zijn beneden wat aan het doen. Misschien kunnen we wel even scoren. Ik denk het eigenlijk niet. Nee. Ze staan alweer op het punt. Kijk, ze willen ons gewoon echt letterlijk uit de tent lokken. Ze willen dat wij aanvallen. Maar ik krijg niet echt lekkere backup van mijn Curlia. Daar baal ik wel een beetje van. Misschien kunnen we nu iets doen. Misschien kunnen we nu Lucario pakken. Ah, net niet. Ah, jammer dat Absol zo laat kwam. Jammer. Nu iemand pakken. Ik ga mijn ult doen. Let's go. Snorlax pakken. Snorlax doodmaken. Ja, Snorlax dood. Lekker. Oh man, ons punt is weg. Nee. Lucario pakken. Lucario hield de hele tijd. Oh, kom nou aanvallen, jongens. Kom me helpen met aanvallen. Ja, kijk, nu hebben zij mij gezien bij die Dreadnought. Ze weten niet dat Greninja daar nog is. Ze denken dat ik alleen ben, volgens mij. Snorlax, die wist het wel. Nou, dit gaat hem niet worden, jongens. Dit wordt lastig. Beneden gaan we gewoon niet goed. Oh, ze kunnen nu wel dood, jongens. Ze kunnen nu allemaal kapot. Maar ze gaan niet kapot. Want ik ga kapot, denk ik. Oef. Ja, het is voor ons te moeilijk om samen die Dreadnought te pakken. Dat lukt gewoon niet. Het lukt niet en ik weet niet wat Greninja aan het doen is. Greninja staat te chillen. Greninja, kom ons even helpen beneden bij die Dreadnought, jongens. Greninja, Absol. Ja, ze hebben de Dreadnought al. Heel jammer. Snorlax can die. Kom op, Snorlax can die. Maak hem kapot. Lekker. Oké, nu moeten wij even deze punch pakken hier. Nu moeten wij deze XP pakken. Lekker, Vespiguin. Kunnen we nu een keer gaan scoren misschien? Blijf aanvallen, guys. We zijn hier met 4 man. Blijf aanvallen. Verdorie, jongens. Blijf nou aanvallen. Echt. Kom op. Lekker. Goed zo. GG's. Blijf aanvallen. Lekker. Blissey is dood. Nu Lucario nog. Die kunnen we pakken met z'n allen. We zijn hier met z'n allen. Als Lucario niet doodgaat, dan weet ik het ook niet meer. Doet hij zijn ult? Heeft Lucario ons gewoon bijna allemaal gesloopt? Ja, bijna wel. Ik kan nog niet scoren, denk ik, want zij gaan eerder scoren. Nee, ik ga scoren. Cool. Oké. Lekker dit. Gaan we door aanvallen? Ik ga deze snipen in ieder geval. Top. Greninja is hier aan chillen. Greninja gaat weg. Zapdos is inmiddels gaande. Oh, we hadden even moeten wachten met scoren, denk ik. Dan hadden we dubbele punten gehad. Ik weet niet, man. Maar Snorlax is hier in het eentje Zapdos aan het doen. Ik vertrouw dit niet. Dit gaat nooit goed komen. We zijn er inmiddels wel met z'n allen. Ik hoop dat zij niet gaan snipen. Dat hoop ik echt. Ja, we hebben hem. Oh, lekker gedaan, jongen. Lekker gedaan. We gaan dit winnen, denk ik. Tenminste, als we nu een beetje kunnen scoren, gaan we winnen. Ik ga met Snorlax deze kant. Ik weet niet of ze aan het verdedigen zijn. Ze zijn niet aan het verdedigen, dus dat is top. Lekker, Snorlax. Lekker. Oké, nu door. Denk ik. Niet door? Nou ja, eigenlijk niet door. Laten we teruggaan. Ik denk dat het veel slimmer is om terug te gaan. Kijk, oké, want Absol is daar om te scoren bij ons. Die gaat nu denk ik 100 punten maken of zo. Nee, 32. We have a huge lead. Ik moet even in de gaten houden waar zij naartoe gaan. Bij welke kant zij willen scoren. Willen zij... Oh, ja, Lucario wil onderscoren. Jij gaat niet onderscoren. Jij gaat dood. Lekker. Doei, Lucario. Oké, Snorlax is nog hier. Snorlax is lekker XP aan het pakken. Ik denk dat we... Ja, we moeten rustig verdedigen. We moeten niet te veel opjagen, denk ik. Gewoon chillen. Niet te ver doorjagen. We staan voor. We hebben nog een halve minuut. Jullie gaan wel door. Ja, ik vertrouw dit niet. Ik wil niet dat hun team nu boven of onder gaat scoren. Dus prima dat jullie doorjagen. Ik ga even wachten. Ik wil namelijk geen punten weggeven. Ik wil kijken of ze boven of onder komen. En dat daar helpen, want ik heb ook mijn ult nog. Ja, volgens mij gaat het wel goed komen. Mijn hele team is bij hun punt. Onze Gardevoir is wel kapot. En hun team is volgens mij daar. Volgens mij komt er niemand meer hier.
Oké, niemand komt meer hier. En deze hebben we gewonnen. Lekker met een Zapdos battletje. En je zag het, hè. Mijn Solar Beam ging echt hard. Op het laatste duur Lucario wou wegrennen. En dat is precies wat je moet doen met Solar Beam. Als ze laag HP hebben. Met Solar Beam kan je gewoon een hele straal aan damage doen. Dan kan je ze alsnog afmaken. En Sludge Bomb die sloot je enemies. Dus dat is ook super chill. Maar kijk. Oh, 106 punten gescoord. Onze Snorlax was wel de MVP. Ik ga Snorlax even een GG'tje geven. Maar het ging lekker. 6 kills, 4 assists, 106 puntjes gescoord. En die end battle was altijd zo spannend. Ik had niet verwacht, eerlijk gezegd, dat Snorlax in zijn eentje die Zapdos zou pakken. Dus even kijken hoe de wedstrijd gegaan is. We hebben eigenlijk bijna de hele tijd voorgestaan. Op een gegeven moment stonden we gelijk. Toen konden we de Zapdos pakken en je ziet wat een verschil dat maakt. Ik heb vooral aan het einde kunnen scoren. Daarvoor heb ik vooral tegenlopen houden bij ons punt. Ik kwam gewoon niet door met Blissey daar zo. Dat was jammer. Maar dit was prima teamwork. Dus doe een duimpje omhoog voor Venusaur. Laat me weten of jij Venusaur ook speelt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Muzzle!